23%, moet je je voorstellen, 23% van de mensen in Amsterdam leeft al meer dan een kwart eeuw onder de armoede. Die mensen willen weer opkomen. En reken daarbij dat 40-50% van de mensen in Amsterdam, niet stemmen gewoon niet. Dus op die groep die vertrouwen in de politiek zijn ze erbij. En wij richten ons dus als op die groep, wij willen de groep weer gaan activeren, die al sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook geen woning kan vinden in Amsterdam, geen normaal werk, en daarvoor niet stemmen. Ja, en daar komen we op. Kijk, Amsterdam... Maar hoor, kijk, de laatste klasse daar is bijvoorbeeld de SP tegen het buitenstelsel, dat zegt gewoon voor democratie, dat ze heel erg zijn. Ja, kijk, tussen zeggen en doen zijn twee dingen. Kijk, even, dit is een beetje ingewikkeld. Maar we leven in een pingpong-democratie, zoals u weet. Als men in de oppositie zit, komt men op voor de kleine man. Als men weer in de regering zit, dan pakt men alles af van de kleine man. Dus je kan veel zeggen, maar goed, laat ik één voorbeeld doen. Het mooiste voorbeeld van zeggen voor de verkiezingen, ik noem het gewoon liegen, is de 1000 euro van Rutte. Rutte heeft heel Nederland veranderd. Oké, het is nog erger, hij liegt tegen het hele land. En wij hebben het hier alleen maar over Amsterdam. Rutte heeft gezegd bij de verkiezingen, ja, kies, stem op mij en je krijgt allemaal 1000 euro. Hij werd gekozen en we deden. Hij pakte alle mensen zelfs hun geld af. En niemand geeft 1000 euro. Wij hebben dat ook in ons partij gekozen. Als wij gekozen worden, als we weer bestond krijgen, krijgt iedere Amsterdammer uit de laagste en middenklasse van ons echt 1000 euro. Dat gaan jullie ook zeker volgen. Pardon? Waar gaat het over? Waar gaat het? Ja. Meet u dat nou werkelijk? Ja. Heeft u niet de laatste cijfer van Oxford gelezen? Dat inmiddels 1% Dat is 87% van alles. Ja. Dus gaat u mij vragen waar het geld vandaan moet halen? Ja, ik ga 10.000 euro. Dat geef ik toch over, hoor. Het is zo vreselijk dat geld op één hoop. 4% kan dat doen. Nou, zonder meer. Maar ik moet wel denken dat ze het merken. Denk je dat ze het merken als je het nu afpakt? En volgens nog in de peilingen gaat het nog niet heel hard. In welke peiling? Van Willy Stolt? Willy Stolt is pas veroordeeld voor zwaard en lasten. Tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Een boete van 125.000 euro. En recentelijk, notabene in het bejaardenblad, PvdA-bejaardenblad, stond dat hij 2 ton gejat uit mijn duo. Ook in de peiling van Nee, wij staan. Ja, niet echt op het aardig. Nee, maar goed, laat ik het niet uitlaten nu over AT5, omdat het toch even. Laat ik dit zeggen. Zeg maar. Ja, jullie zijn natuurlijk ook gesubsidieerd orgaan, om dat te zeggen. Dus jullie moeten natuurlijk ook weten zingen zoals de baas wil. En niks te nadelen. Ja, het is een beetje te nadelen. Ja, maar goed, het is helemaal zo. Als je dienst brood neemt, eet je taal meer spreekt. Dan sta je op straat. Maar even wat anders. In de opiniepeilingen, de enige betrouwbare, met 90.000 aangesloten mensen, het opiniepanel van de straat, hè, het enige betrouwbare. En waarom is die betrouwbaar? Daar staan we in 10 zetels. En dat opiniepanel van de straat is door ons goed gekeurd. Ja. En de tweede man staat daar. Dus steeds tweede man. Hij kan niet praten, maar ik kan u vertellen waarom hij hier naast mij staat. Zoals u ziet, heeft hij een origineel generaalsuniform aan. Wellicht bent u bekend met het feit dat de generaal buitendienst Berlijn, misschien bekend, die zit altijd op de eerste rij bij de VVD misdaadgroep partijcongres aan. Nou, ik wil niet zeggen dat dit generaal Berlijn buitendienst is, maar ik wil u wel dit verklappen. Deze generaal is een spijtoptand van de VVD misdaadgroep die naar ons is overgelopen. En hij vertelt ons alle smerigheid die zich afspeelt binnen de VVD misdaadgroep. Oh, ja. Jammer dat ik niet kan praten. Nee, hij kan wel praten, maar hij wil niet voor de camera praten. Hij zou niet praten. Maar ja, u ontlokt hem alweer met uw slimmigheid, dus zinnen. Oké, maar heel veel zetten. Ik geloof, de vorige waren 75 in de gemeenteraad. Jullie gingen er gewoon in zijn 60 krijgen. Nee, dat is een grapje. Dat oh, dit is een allemaal niet serieus werk. Nee, dat andere, zeker serieus. Het andere is een grapje. Ik heb eens gezegd, en dat wordt ook over de media opgepakt. Er zijn in Amsterdam 45 zetels. Heb ik gezegd, wij gaan er volgens ons opiniepanel, stem van de straat, gaan wij er 50 halen. Ja. Zo hoog staan wij inderdaad. Maar goed, even serieus. Al zouden wij er maar 1 halen, kijk, wij gaan dingen eisen van de gemeenteraad dat ze zich daar uit moeten laten. Afschaffen voedselbanken. 1000 euro voor de laagste inkomen.
mensen uit Amsterdam, origineel Amsterdammers, bij ons is het Amsterdammers eerst, en denk nou niet aan de PVV. Want als wij het hebben over... SP. Ja, nu, ja, dan pas nadat wij dat in de media naar voren gebracht hebben. Want we hebben ze de video niet over gehoord. Amsterdammers die 21 jaar worden, krijgen ons binnen 3 maanden een huis. Net als de vluchtelingen. Krijgen net als de vluchtelingen 10.000 euro inrichtingskosten. Daar gaan wij het straks voor. En zeg, denk dan niet dat wij tegen vluchtelingen zijn. Integendeel. Want wij staan ook als enige partij voor multicultureel wonen. Kijk, dat is ondergesneeuwd. Als je het hebt over multicultureel. Dat ga ik u vertellen. Okay. Multicultureel lol. Het begrip multicultureel is gekaapt door de politieke partijen. De ene partij is zwaar tegen en de andere is zwaar voor. Het is een soort strijd geworden. Daar is ondergesneeuwd dat wij mensen uit de laagste klasse, en neem ik een shotje dat het al behoorlijk voorloopt. Dat was nog zo stil. Ja, je weet het wel. Ik wil je ook een beetje reageren. Kijk, als we terugdenken van al de mensen uit de laagste klasse waar ik uit voortkom, wij wonen al 40 jaar samen met mensen vanuit alle geledingen, uit Suriname, Joegoslavië, Hongarije, Egypte, Marokko. Dus die multiculturele samenleving is al 40 jaar hier in Amsterdam, snap je? En wij hebben altijd lol met die variatie in die multicultureel. Nou, dat lol is ondergeschreven. Multicultureel staat nu eigenlijk voor ellende. En het is niet waar. Wij staan ervoor, het is lol. Dus dat is leuk maken. Nee, het is leuk, maar, daarom zeggen wij noemen dat. Wij staan voor multiculturele lol. Dus dit is een stapje verder dat je voor of tegen bent. Er wordt vergeten, dat, kijk maar, nee, het is helemaal goed. Amsterdam is multicultureel. En het is een verrijking, vinden wij. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Kijk, nu nog één keer even 20 seconden. Waar moeten mensen op de stem van de straat stemmen? Mensen moeten... De hoofdreden eigenlijk dat mensen de stem van de straat moeten stemmen is dat ze in verweer komen dat ze kaal geplukt worden door de heersende massa in Nederland. En of het dan zo vanuit de linkse partijen zijn of de rechtse, de gevestigde ordepartijtjes, helemaal ook voor de democratie vind ik helemaal een haatzaak partij, dat is een ander verhaal. Met die, hoe heet ze, die Big Mac mee gaan. Ja, het is toch verschrikkelijk, die haatzaak, maar goed, dat is een ander verhaal. De laagste klasse moet eindelijk eens in geweer komen. Dat is dus die 40% die niet stemt en waarvan 23% officieel in het aandacht is. Er zijn een stemmetje op 7.000-8.000 nodig voor raadzetten, wat gebeurt er? Nou, zonder meer. Wij rekenen dus even nog serieus op toch wel 15 zetels. Dank. Nou, maak er het leuks van. Geen 20. Kom op een speech, toch? Geen 20.